De slepende kwestie tussen Siep Bandstra en de gemeente Nijveurt over de illegale lichtplaats in de Ries de Veert bij Hemelum is na 12 jaar eindelijk opgelost. De beroepsschipper heeft een eigen plekje toegewezen gekregen in het natte bedrijventerrein in Warrens voor zijn 22 meter lange woonboot. Bandstra heeft zijn woonboot inmiddels verplaatst naar de haven van de Kuilaard in Koudum. Daarentegen mogen zijn 33 lange meter werkschip en enkele kleinere schepen nog wel even in Hemelum blijven liggen. Op woensdag 14 oktober werd bij Nij Marienakke de nieuwe Jeu de Boelbaan in Workum geopend. De baan was een wens van de oudere bonden in de gemeente Nijevud. In samenwerking met zorggroep Tellens, Wonen Zuidwest Friesland en de gemeente is deze wens in vervulling gegaan. Het is een vrij toegankelijke baan waar de heren en dames op een sportieve en eveneens gezellige wijze een potje Jeu de Boel kunnen spelen. Op maandag 14 september is de provincie Friesland gestart met de baggenwerkzaamheden tussen Hinderlopen en de Mora, oftewel het uitdiepen van de Indiek. Dit is het deel van het centrum in Hinderlopen tot aan de kruisslootbrug in Koudem. De vaart is niet afgesloten, maar wel zal er enige hinder en vertraging zijn voor het vaarverkeer. Het baggeren duurt tot en met december van dit jaar. Met het baggenwerk zal de hele route op de gewenste diepte zijn gebracht. De indiek is dan bevaarbaar voor boten met een diepgang tot 1,50 meter. Het baggeren is nodig omdat de indiek de afgelopen jaren door natuurlijke aanwas van slip ondieper is geworden. Daardoor is de doorgang voor schepen verminderd en zijn de Friese meren vanaf het ijsselmeer via hinderlopen minder goed bereikbaar.